Caroline deed begin dit jaar mee met een training van de bondscoach van Nederland. Ze bleek een groot wielertalent tot haar eigen verbazing. Ja, je verwacht niet dat als je in maart bedenkt ik ga fietsen, dat je een paar maanden later het NK wint en daarna nog een zilveren medaille haalt en dan nog op de World Cup podium rijdt. Dat verwacht je niet als je net begint. Caroline fietste altijd al wel om haar conditie een beetje op peil te houden. Maar schaatsen was tot een paar jaar geleden waar het in haar leven allemaal om draaide. Schaatsen was eigenlijk alles wat ik deed na school. Ik deed er alles voor, ik liet er alles voor. Ze won veel wedstrijden en een glansrijke schaatscarrière leek in zicht. Totdat ze geopereerd werd aan een blessure, waar ze blijvende schade aan een zenuw in haar onderbeen overhield. En dat is een hele harde klap, dat je wereld stort eigenlijk een beetje in. Al je vrienden zitten op de ijsbaan en iedereen, alles gaat over de ijsbaan en dan kan je daar niet meer heen. Ja, dat is niet makkelijk. Maar ze pakte de draad op. Met behulp van een orthese kan ze weer lopen, schaatsen en vooral goed fietsen. Binnenkort vertrekt ze naar Papendal om daar toe te werken naar de Paralympische Spelen. Tevens ook de plek waar ze het liefste traint. In de Veluwe, dat is heel erg mooi. Heb je minder wind, heb je meer heuvels. Dan vind ik het mooiste om te fietsen. Ondanks haar talent voor wielrennen blijft schaatsen haar grote passie. Nee, het gevoel wat ik vroeger op het ijs had, ik denk niet dat ik dat meer ergens ga vinden. Maar ik word ook heel blij van het fietsen. Dus dat is denk ik het belangrijkste.